bestaan, mensen, de oversterfte, hoe zou het opkomen? En wanneer zal Nederland opstaan tegen de oversterfte, doofpot? Welkom allemaal in de tweede martelkamer, ook wel de tweede slaapkamer genoemd, leugenfabriek. We zijn hier in het groen, want ik mocht niet mijn mooie blauw-wit-rood viaduct Eindhoven trui aandoen. En we zijn aan het wachten. Er is nu een 2 minuten debat met het ministerie van VWS, de nieuwe minister. Want waar is meneer Kuipers? Waar is Hugo de Jonge? Allemaal snel weg uit deze beangstigende positie. Want ja, alle targets zijn natuurlijk op hun. Omdat er zoveel niet klopt en zoveel verschrikkelijke misdaden zijn begaan. Daarom dat ik hier weer ben om te kijken hoe de oversterfte wordt belicht. En om daar ook zelf een mening over te geven. Oversterfte. Waardoor zou het nog komen, mensen? Ik hoop dat jullie me konden horen. Ja, het is altijd leuk om hier te zijn, hè? Het gaat nu over de transgenderzorg. Er zijn steeds meer kinderen, pubers, die willen transgenderzorg. Hoe zou dat toch komen? Vaccinaties, manipulaties. Maar ja, als je dat zegt, dan ben je een complotdenker. En het was wel grappig, ik zat op de tribune net, het was nog een stemming, het loopt allemaal uit vandaag, en Jezielke zat de hele tijd zo. Op een gegeven moment, ik had eerst niet eens op haar gelet, ik keek naar Wilders, ik keek naar Omtzigt, ik keek een beetje daar, een beetje daar. Ik had eerlijk gezegd nog niet eens aan Jezielke gedacht, en ineens zie ik haar de hele tijd zo. Nou ja, ik ga niet kijken, want ik wil geen problemen, maar ik vind het gewoon grappig. Want zij zit dus ook gewoon Fidère te volgen en alles, dus die zit helemaal in die campagne tegen mij. En ja, er zijn natuurlijk niet zoveel mensen als ik die echt targeten, weet je, de corrupte politici. Kijk, ik ben er ook voor in de gevangenis beland en in een vreselijke situatie. Ik mag hier gewoon komen. Ik hou me gewoon netjes. Ik heb Gideon net een bericht gestuurd. Ik heb Mona Keijzer, liep hier net. Die loopt daar. Dus die wil ik wel even spreken eigenlijk. Ik weet niet waarom ze daar loopt. Misschien is ze aan het bellen. Maar ik kan haar niet zomaar hier gaan filmen. Dat gaat niet. Maar ja, wat moet je tegen die mensen zeggen? Ze leven in hun eigen bubbel, hun eigen realiteit. En wij bloeden. Wij zien het werkelijke probleem heel anders als hun. De problemen van Nederland die hun de hele dag benoemen zijn in mijn ogen nog best wel klein te vergelijken met wat ik elke dag op straat zie en hoor en tegenkom. Dus ja, wat gaan ze over de oversterfte zeggen? Heel bizar natuurlijk, want dat is waar het juist om draait. Ze willen juist depopulatie. Alleen hoeveel van die mensen die hier werken zullen dat weten? Depopulatieagenda. Ook zelfmoord, suïcide. Nu weer in een bekende Dennis Schouten. Toch, je zou zeggen, best wel succesvol in zijn leven geweest als journalist bij Po-nieuws en andere dingen. Ja, veel mensen waarderen hem, liken hem. En dan zegt hij, ik ben suïcidaal, ik wil niet meer leven, ik haat mijn leven, ik ben depressief. Nou, zo heb ik mezelf ook vaak gevoeld, weer om hele andere factoren. Maar het is toch wel een teken aan de wand. Dat Nederland eigenlijk gewoon een fatalistische maatschappij heeft. Drank en drugs, feesten tot je bij neervalt, raven, losgeslagen seksuele moraal. En dat jongeren dus ook eigenlijk helemaal geen houvast hebben. Terwijl, daarom zeggen ze ook, het huwelijk is de hoeksteen van de maatschappij. Nou, het huwelijk in Nederland, dat is gewoon helemaal geruïneerd. En wordt helemaal verkeerd voorgeleefd en ook beleefd, snap je? Alle ouders moeten maar werken, weinig tijd voor de kinderen. Ja, het is heel triest. Je hebt voorschoolse opvang, naschoolse opvang, schoolkampen. Hoeveel tijd besteden kinderen nog met hun ouders? En die hechting is zo belangrijk. Eerst bij je ouders als kind en later bij je partner. En natuurlijk ook bij je vrienden. Heel veel mensen hebben helemaal geen eens vrienden. Heel veel mensen zijn eenzaam. Ja, het is gewoon triest. Daar moeten ze het over hebben. Hoe je mensen uit een depressie kan halen. Hoe je taboes kan doorbreken, weet je. Ook op scholen. Heel veel kinderen worden toch gepest. Ik was zelf ook geen lievertje op school. Ik heb er ook spijt van. Ik heb ook best wel pestgedrag vertoond. Maar ik ben zelf ook gepest. Dus ja, ik weet hoe het is. Ja, weet je. Ouderen die ook maar euthanasie plegen. Of een overdosis morfine krijgen. Om een soort van
bedekte euthanasie hebben ze ook bij mijn oma gedaan. Dus oversterfte, als je daar werkelijk over na gaat denken, dan komt er wel heel veel los, moet ik zeggen hoor. Gewoon, daarom ben ik ook hier. Hè? Waar de partij voor het leven, de partij voor gezondheid, de partij voor een gezonde samenleving. Ja, ook die social media verpest natuurlijk veel individualisme. Al die apps, transhumanisme. Mensen hebben helemaal geen contact meer met hun ziel. Mensen zijn niet meer eigenlijk in hun meditatie, in de stilte, in het geloof, in de religie. Ja, dat is oké. Oversterfte, ja. Zoveel mensen hebben kanker in Nederland. Dat komt ook niet uit de lucht vallen. Of toch wel, chemtrails. Dat zit ook in de voeding. Al die giftige stoffen. En dan ben je ongevaccineerd. En dan moeten ze verplicht al die varkens, kippen, koeien gaan vaccineren. Met diezelfde rotzooi. Waardoor wij het ook weer binnenkrijgen, weet je. Ja, joh. Het is ongelooflijk. Dan nog alle spanningen, weet je. Alle verdeeldheid. Tussen links, rechts. Extreem rechts, extreem links. Het klimaat, ook dat het klimaat vergaat, weet je. We moeten allemaal absurde maatregelen treffen om de aarde te redden, het mensenleven te redden. Aan de ene kant vermoorden ze je, aan de andere kant zeggen ze weer dat ze de mensheid, de aarde moet redden. Het is zo gestoord hier allemaal. En hier is natuurlijk wel, zijn dat soort dingen natuurlijk wel aan de orde van de dag. Oh, de minister is al bezig. Dankjewel voor de reminder, ja. Want ook al voldoet een richtlijn, nog niet aan de criteria van de toetsingskade.